ik vind het schofterig. En het doet mij veel. Het emotioneert ook. Want gewoon met een boom kap je leven. Dat is ook niet kappen. Dat is slopen van een boom. En dat is doelbewust. Ik kan me wel voorstellen dat als je de zaag hanteert, dat je een enorm gevoel van macht hebt. En wat wij ervaren is gewoon feitelijke onmacht. Vooral door de politiek die dit soort dingen laat gebeuren. Want de gemeenteraad kijkt toe. En doet niks om de bomen te redden. In die zin is het kappen van een boom voor de hele biotoop die aan die boom vastzit en aan het systeem van die bomen vastzit, gewoon is een aanslag op leven. Ook omwonenden maken zich grote zorgen. Ik vind het heel jammer dat ze weg zijn. Vogels. En je ziet af en toe, zag je wel een eekhoorn. Zaten hier ook. Was heel mooi. Want wij zitten er ontzettend dicht op. En ik ben een beetje bang straks, als het straks helemaal klaar is met het verkeer. En dat wij daar heel veel last van krijgen, dus met fijnstof voor onze gezondheid. Ja, dat vind ik wel ernstig dit. Dick, wat ben je aan het doen daarboven? Ja, deze boom gaat om. Misdadig. Nee, dat kan niet. Hij gaat gewoon niet om. Dit is niet te geloven dat deze boom, hoe lang staat hij? 80 jaar? We gaan ervoor dat die boom... Je maakt niet plaats voor beton. Ja, alles wordt beton. Het is... Wie doet hier nou wat tegen? Het is echt idioot. En jij blijft zitten? Nou ja, tot de ketting is aangekomen. Hè. Het gaat om, willen wij een wereld met beton of willen wij een wereld met groen? Ja. Ik strijd voor het laatst. Die 8000 bomen die hier staan... Die moeten blijven! Het betekent heel veel natuur voor de dieren. Het betekent een barricade voor de snelweg. En 8000 bomen betekent het voor mij. Ja, echt schande. Echt schande dat het, ook dit laatste stukje natuur, puur natuur, permanent verdwijnt. Prima als je ergens wilt bouwen, een hotel, wat ze hier misschien willen, of andere bedrijven. Prima als je dat in je stad wilt hebben, maar denk goed na over waar je het zet en niet hier. Heeft u een mooie parasol? Ja. Wat wilt u ermee zeggen? Nou, dat ik liever groen zie. We zijn nog lang niet klaar, tot de volgende keer! Hebink heeft een actiegroep opgericht en vandaag hangen ze uit protest rouwlinten om de bomen die moeten worden gekapt. Bomenkenners hebben in nette woorden ons al verteld dat wij gewoon belazerd worden. En wij voelen al heel veel jaren dat dit eigenlijk niet kan. Maar wij zijn leken. Ik ben een peuterjuf, iemand anders is weet ik veel wat. Hoe moeten wij nou weten wat? En dan zeggen ze, ja, ze zullen het allemaal wel weten. Nou, ik heb het nou al in de gaten, ze weten het helemaal niet. Ik vind het heel pijnlijk als je die bomen zo die grijpmachine gewoon uit de grond zie gerukt worden. En dat je net, weet ik wel, een uur geleden of zo hier nog helemaal stikte van de vogels. En allemaal vogelfluit en alles. En dat er nu alleen maar kettingzagen en dieselmotoren zijn. Ja, dat is wel pijnlijk, ja. Van ons uit loopt er nog een bezwaar. En daar komt over 2-3 weken pas een uitspraak in. Dat betekent dus dat de eigenaar, omdat hij een vergunning heeft, mag kappen. En dan kan het straks zijn dat de gemeente beschouwt dat de vergunning onterecht is afgegeven. En dan is dit stuk natuur vernield. En dat raakt me. Dat raakt me in het hart. Misschien dat we nog even een ecoloog erbij vragen. Of iemand die daar iets van af weet of iets aan kan doen. Zodat die ziet van, oh ja, nee, dat kan echt niet als ze... Puizerts daar in de boom. Ze hangen zijn en het jagen. En, Nou, hier zijn vorig jaar 25 zulke bomen omgekapt. Illegaal. Er is nooit geen boete uitgedeeld of helemaal niks. En nou wordt er weer gesproken of er niet een nieuwe parkeerplaats kan komen. Kom jongens. Wie begint er hier? Ik heb het idee dat alles wat natuur is... langzaam wordt opgeofferd. Er worden overal bossen gekapt. Je ziet provinciaal en landelijk dat er heel veel aandacht is dat er bomen en bossen moeten worden aangeplant. En wij zien er niks van, dus dan gaan we het zelf maar doen, toch? En dan wordt het dus beloofd in Brussel door Timmermans. Nou, er worden 2 miljard bomen, geloof ik, geplant in heel Europa. Rick Grashoff belooft 20 miljoen bomen. Maar waar die dan geplant worden, weet ik niet, want overal worden alleen maar bomen gekapt.
Dat is het onderliggende van al deze actie. Van, jongens, we gaan toch niet bomen kappen als we eigenlijk bomen willen planten? Ja, hier zijn we het ook helemaal mee eens. Dat, zo willen we dat het eruit gaat zien, inderdaad. Maar ja, als ik nu die vergunningsaanvraag goed begrijp, dan gaat het er heel anders uitzien, ja. Het is heel erg lastig voor bomen in deze buurt, dat is wel duidelijk. En dan denk ik dat gezonde bomen weghalen en bomen ervoor in de plaats zetten waarvan je absoluut niet weet of die het zullen gaan doen in deze omstandigheden, dat kan natuurlijk niet. Moord, hè? Ik heb echt staan huilen erbij, want je ziet dat de bomen zo mooi uitkomen en in één keer, hup, weg. Eigenlijk wel droevig. Een vrouw op het randje gelaten. Ja. We hebben best gehoord van de gemeente dat er verandering komt. Maar dat ze zo alle bomen weg gaan halen, ik vind het echt vreselijk. En ik heb natuurlijk die bomen zien groeien. En ja, het is, ik snap dat er een bestemmingsplan is en dat er een herinrichting moet plaatsvinden. Maar het is erg rigoureus. Ja, verdriet. Dat is echt verschrikkelijk. Kapot maken is dit. Moord van de bomen. Een stukje bos moet behouden blijven omdat het een uniek stuk natuur is aan het Waaltje. Er is al zo weinig natuur eigenlijk in dit gebied. Ja, ik heb daar hele grote moeite mee. Moet je nou eens kijken. Dat is toch gewoon een schilderij? Dan ga je het er niet wegzagen. Nu de bomen gekapt dreigen te worden, raakt dat hem diep. Het probleem is dat ze dus 43 willigen, hele oude willigen en andere bomen gaan omzagen. Een hele lijst. Terwijl het een authentiek gebied is, 10.000 jaar oud, waar je niet aan moet komen. Kees is in ieder geval bereid om tot het uiterste te gaan. We gaan er gewoon voor liggen. Het is afgelopen. Dit is... Waarom? Onbegrijpelijk. Ach, ik ben zo verschrikkelijk boos, meneer. Dit is te gek voor woorden. En waarom? Die weg hoef je niet te komen. En hier die oude knoepers, die worden zomaar omgezaagd. Voor onze auto's. Trieste dag, nou, niet alleen voor mij, voor heel Brunsum. Dit wordt een open wond in Brunsum. En nu? En nu? Wat doen hier vandaag? Ja, we zullen even afwachten wat hier gaat gebeuren, maar ja... De bomen zijn al bijna om, dus op een gegeven moment zullen we ons terugtrekken, denk ik. Mijn beleving, even heel persoonlijk. Ik ben hier geboren aan dit veld. Ik heb gewoond aan dit veld. Ik heb gebouwd aan dit veld voor de oude dag. Omdat het zo heerlijk wonen is hier. Wat krijg ik nu achterom? Wat vindt u van deze kap? Nou, ik vind het triest. Ja, zoveel bomen die daarvoor moeten sneuvelen, ja. Ze doen niks qua inventarisatie per jaar en dat vinden wij heel raar. Dat is de basis dat je moet doen. Je moet weten per jaar hoeveel bomen zijn gekapt, hoeveel bomen zijn geplant. Als je dat niet doet, dan heb je geen idee van hoeveel verlies je. En in deze tijd van klimaatverandering zijn bomen een heel belangrijk bronnen om dat te vechten. Dus als je bomen kapt, kunnen zuurstof leveren, ze kunnen CO2 vastleggen. Als je die kapen, dan maak je het huidige problemen alleen maar erger. Het wordt wel een hele kale bedoeling zo. Ik vind de stad ook mooi, omdat het best groen is. En ja, hoe meer er weggehaald wordt, hoe urban zeg maar, het wordt. Het wordt echt een stad. Het wordt alleen maar steen op die manier. En dat vind ik toch wel jammer, ja. Nou, het verdient in ieder geval niet de schoonheidsprijs. De Bomenstichting is best wel wat gewend. Maar 236 populieren weghalen in een gebied en daar dan alleen maar vertellen dat de populieren weggehaald worden en niet het aantal noemen, dat is schokkend. Ik kan nog geen nesten ontdekken. Maar je zal maar vogel zijn. En dat er gekapt gaat worden in het broedseizoen. Dat gaat gebeuren hier als Staatsbosbeheer zijn zin krijgt. Canadese eiken, Douglas, Larix, eiken, kastanjehout, elseboom stond er. Veel monumentale boom die eigenlijk ook op de lijst van beschermde boomsoorten horen. Daar klopt helemaal niks van, helemaal niks. Moet u voorstellen, dit is de oude situatie. U kunt hier duidelijk zien dat het hier om monumentale bomen gaat, van waarde. U kunt aan het pad zien dat niet het pad is van een paar jaar oud. Dat dit heel vele jaren een heel bestaan heeft gehad. En
wat wij voor terugkrijgen, dat is op dit moment wat u nu ziet. Deze bomen die hebben voor mij een hele hoge waarde, want die zijn in 1948 door mijn vader geplant. En hebben tot hinderdaad hebben ze er altijd gestaan, maar nu zijn ze verdwenen. Dus op een gegeven moment, er zit voor mij wel een emotioneel stuk aan, dat die bomen zo verdwenen zijn. Ja. Ja. Hoe moet ik hiermee omgaan? Dit was mijn uitzicht vorige week. Vorige week vrijdagmorgen nog. En wat je ziet is een Canadese eik, een kastanje, een els. Die staan allemaal in. Dus als ik mijn uitgang inging, dan liep ik onmiddellijk in het bos. En wat ik nu zie, is dit. Schandalig dat dit de oplossing moest zijn voor dit probleem. Maar waarom in godsnaam de gemeente direct in het hele park, waar lang niet overal worteloprukuit de grond komt, 41 bomen moet rooien. Nou, daar zijn wij echt woest over. Daar zijn we echt furieus en heel verdrietig. Wat gaat er door je heen dat je denkt, nou, ik ga gewoon in die boom zitten? Ja, teleurstelling eigenlijk. Teleurstelling en ook een beetje verdriet vanwege die mooie bomen die dan na 50 jaar zomaar gekapt worden. Daarom. Het doet gewoon pijn. Het is echt om te janken. We hebben letterlijk staan janken. Hoe lang blijf je nog zitten? Oh, ik heb niet de intentie om dus het rooien tegen te gaan. Helemaal niet. Maar ik wil gewoon een statement maken. Maar dat is geen antwoord op de vraag. Hoe lang ik nog blijf zitten? Ik denk nog een paar uur. En dan ga ik er weer uit. En misschien ga ik er morgen ook weer in. Ik heb morgen een vrije dag. Dus we kijken even. De kapwerkzaamheden zijn inmiddels gestaakt. Vindt u van de kap, mevrouw? Schandalig. Eén woord, schandalig. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ja? Ja, het is onnodig. Eén van de mooiste stukjes van Oegstgeest. En nou is het weg. We zijn hier op een koude dag gekomen om te verhoeden dat er nog meer schade wordt toegebracht aan de leefomgeving hier. Namelijk het kappen van alle bomen die hier in een tijdbestek van 30 jaar tot wasdom zijn gekomen. Noemen ze dit onderhoud? Ik noem dit oorlogsgebied. Onderhoud is iets heel anders. Ja. Dan het rücksichtloos kappen van het geheel. Ja, als ik mijn huis onderhoud, sloop ik het ook niet. Precies. Nee. Dan springen we de tranen in de ogen. Dan denk ik van, mensen van de gemeente, hoe kun je dat doen? Eigenlijk maakt mij nog het meest boos dat de gemeente zich niet houdt aan afspraken. Wij hebben als vereniging afspraken met de gemeente Ommen, met de bomenmensen, van dat we karakteristieke, monumentale bomen zouden sparen. Die zouden op een digitale kaart komen te staan, zodat de burgers weten waar ze toe zijn. En als het dan om gemeentelijke bomen gaat, want er zijn gemeentelijke bomen, dan moet de gemeente zich ook aan die afspraken houden. En dat doen ze gewoon niet. We hebben gevraagd, schrijf een brief aan de gemeente dat je de bomenkap niet wil. Nou, dat stroomt vol. Echt de ene brief naar de andere komt binnen, want wij vragen dan een kopie. En het gaat echt de hele dag door. Daarom ben ik nu ook hier, hè, want dan denk ik, nou, we moeten even goed, dit moeten we goed warm houden, hoor. Want wat hier te gebeuren staat, dat is namelijk niet terug te draaien wat ze hier willen doen. Hè, dat kan van de bomen. Het hele stuk hierachter, dat staat op de nominatie om helemaal gerooid te worden, op een enkele boom na. Dat is onbegrijpelijk, onbegrijpelijk. En hier in het voorterrein, daar willen ze ook een flink aantal gezonde bomen gewoon weg kappen. Ze willen een open terrein, willen ze ervan maken. Dit is een belangrijke vleermuisboom. Van de zomer vlogen hier een aantal gewone grootoorvleermuizen uit. Het is een voormalig spechtengat en dit is dan toevallig een eik. Maar de meeste bomen die voor vleermuizen belangrijk zijn, zijn essen. En dat zou een ramp zijn voor de vleermuizen als dit bos zou worden aangetast of moeten verdwijnen. Elke boom die moet verdwijnen is er één te veel. De afgelopen jaren zijn er per jaar duizenden, honderden en duizenden bomen, zo niet meer, zijn er verdwenen. Die noodzaak die zorgt ervoor dat die bomen moeten blijven staan. Ook niet een vervangingsplan waarop we kleinere boompjes terugkrijgen voor grotere bomen die onze luchtkwaliteit verbeteren, onze gezondheid en wat die ze allemaal meer zijn. Dus die noodzaak is er. We houden nu, we houden nu, we houden nu, we houden nu. Daar
daar een stip op een dikke, daar een stip. Het is gewoon schandalig hoe ze hier met het bos omgaan. Hier dan, staan er drie bij elkaar. 1, 2 eruit. En dit is de toekomstboom. Nou, die is over 30 jaar aan de beurt. Het is één grote plantage van bomen. Geen enkel respect voor het bos. Die bomen zijn voor ons hele milieu ongelooflijk belangrijk. We moeten ze koesteren, we moeten ze alle ruimte te geven om te groeien en zuurstof te maken. Nou, me dunkt, die zuurstof, daar hoef ik toch niet voor te pleiten hoe belangrijk die is. Voor de hele buurt is het gewoon drama. Het groen, echt het oude groen, het hele mooie groen gaat weg. Elk seizoen heeft gewoon zijn eigen charme. Voorjaar, zomer, najaar, winter. Het hele aanblik is weg. Het wordt een Phoenixwijk. 17 gigantische bomen zijn gisteren omgezaagd. En met een enorm geweld ging dat. Ik voelde me echt fysiek onwel. Ik werd er echt misselijk van. Het gaat zo tegen je natuur in dat je, als je zoiets ziet gebeuren. Het zijn zulke grote levende wezens die dan omgaan. Dat voelt echt heel erg heel naar. Alles wat wij aandroegen is gewoon van tafel geveegd zonder argumentatie. En ze hebben gepoogd om te doen alsof wij met het plan wat ze zelf al veel eerder bedacht hadden, dat onze instemming had. Maar dat was niet zo, want wij wilden graag alternatieven waarin er veel meer bomen behouden zouden blijven. En dat is niet gebeurd. Daar hebben ze gewoon van gezegd dat het met onze inspraak tot stand gekomen was. Maar dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon niet waar. Bewoners in de buurt willen echter dat het groen gewoon blijft staan. Eén bewoner zit zelfs uit protest voor een boom. Er wordt hier herbestraat en daardoor wordt eigenlijk herindeeld. En daardoor moesten 6 mooie bomen gekapt worden. Nou, en daar ben ik fel op tegen. Dus ik denk, ja, ik wil toch iets proberen om dat tegen te gaan. Nou ja, iedereen zegt van ga maar weg, want het helpt toch niet. Nou, hier stonden 6 prachtige grote bomen. Ga gewoon weg. En wat komt er voor terug? 2 plantenbakjes met 2 bomen. Nou, ik denk dat ik zo meteen maar opstap. Ja, dan heb ik in ieder geval alles gedaan wat ik denk dat in mijn vermogen ligt. Ja. De tegenstanders zijn teleurgesteld. Zij vrezen voor het leefgebied van bedreigde diersoorten, zoals de das. Een aantal van hen ketende zich daarom vanmorgen symbolisch vast aan een boom. Ik vind dat er in het hele proces gewoon heel veel fouten zijn geweest eigenlijk. Met verschillende rapporten en ook nu met het broedseizoen. Dat er, ja, er gaan dingen gewoon die niet zouden moeten gebeuren. Dus ik ben daar gewoon tegen en ik vind dat de bomen hier gewoon moeten blijven. Wij leggen ons er niet bij neer en wij zullen naar de rechter stappen. Ja, het is fantastisch en dat moet dus weg. Het team adviseert de gemeente als het gaat over een zaak waar een component van biodiversiteit in zit. Het advies is behoud deze bomen. Onderzoek heeft aangetoond dat ze nog vitaal zijn. Dat is de breedte van een tandenborstel waarmee de weg verbreed wordt. En dat daar die bomen voor opgeofferd moeten worden, dat vinden wij echt waanzin. Ja, komen kleine dunne boompjes voor terug. Hè? Boompjes met een stamomvang van 25 centimeter. Omvang. Dus dat zijn veel dunnere bomen dan die aan die kant. Vanaf zijn 40ste levensjaar gaat hij pas zijn CO2 en zijn stikstof optimaal opnemen. Dus ja, tel uit. Je bent zo weer 40 jaar verder voordat je weer hetzelfde effect hebt. Dankzij betrokken bewoners kunnen we ook zien welke bomen gekapt worden, zoals dit hartje. Hier heel duidelijk staat gemarkeerd welke bomen zouden moeten verdwijnen. En de Partij voor de Dieren heeft zich jarenlang verzet tegen de boomkap in de gemeenteraad. Maar helaas is nu door het nieuwe college bepaald dat er toch gewoon gekapt moet worden. Als je rücksichtloos gaat kappen, dan hou je een steenwoestijn over met parkeerplaatsen en auto's en meer niet. En dan heb je een onleefbare stad. Want een stad is meer dan auto's, mensen, voorzieningen en parkeerplaatsen. Daarginds zien we een hele grote prunus van geschatte leeftijd, zeker 80 jaar oud. Die staat ook op de kaplijst. En kijk, zo is die in het voorjaar. Prachtig, helemaal vol met bloesem. En in het najaar staat die heel mooi oranje-rood, vol met blad. Deze zou weg moeten voor mogelijke woningbouw. Dat is gewoon jammer voor de leefomgeving, het is jammer voor het uitzicht. Jammer voor de vogels, ja, je hoort ze nu ook al een beetje.
In de brief van de gemeente staat aan de bewoners dat ze voor het broedseizoen willen zijn. Maar aangezien we zo'n zachte winter hebben, hebben wij het idee dat het broedseizoen al lang is begonnen. En dat het dus tijdens het broedseizoen gekapt gaat worden. Dat is natuurlijk al helemaal ongewenst. Vreselijk, deze tijd met zulke zomers, warm, geen airco. En dan in de binnenstad, die paar bomen. En dan komt nieuw. Wanneer wordt zo'n nieuwe boom zo? Over 20 jaar. Ik ben helemaal boos. Ik woon daar. We hebben ook zo'n buurtvereniging. Je kan alles tekenen wat je wil. Ze doen wat ze willen. U heeft die rechtszaak verloren, hè? Ja. Ze mogen kappen? Ja, en dat doen ze ook. Maar ik kan toch naar vreselijk vinden. Ja, absoluut, ja. Het is vreselijk. 24 gezonde bomen? Ja. Zoals je ziet, daar verderop zijn er al twee bomen verdwenen. En ja, onze vrees was ook van, misschien volgen er nog wel meer. En dat bleek ook zo te zijn. Opeens stond er een gele stip. En wij wisten van niks. Informatie vinden was... Nou, heel moeilijk. Zeker ook nog op internet gezocht. Maar... Dus toen hebben we besloten, nou, we bellen eerst de politie om te informeren van dat we actie gaan voeren. En toen hebben we de posters opgehangen. Ja, mijn auto die staat hier om te voorkomen dat ze zomaar omgezaagd worden. En ik vertrouw er maar op dat ze niet gaan zagen als er een auto onder staat. Meneer Siebelink, u bent het niet eens met de gemeente? Nee, ik ben het helemaal niet eens. Als ik door deze laan loop... Je hebt net aan mijn stem gehoord, dan word ik weer een beetje boos. En er staan hier schitterende bomen, die zijn 300 jaar, dat markeert echt helemaal niets aan. Maar er wordt een beeld geschapen van rommel en rotzooi, terwijl dat helemaal niet is. En dat vind ik, ik vind deze barokke beuken, en er staat ook een hele mooie eik tussen, zagen we net. Die staat er ook heel gezond bij. En zo'n boom, en dat geldt ook voor een oud gebouw, die was er voordat de mens er was, voordat wij er waren. En die moet er ook nog zijn nadat wij er zijn. Geweest. En hè, dat is een soort vast punt in ons leven. En de gemeente moet heel, heel zorgvuldig omgaan met deze laan, vind ik. Ja. Dit doet pijn, dit voel ik, weet je wel. Dit vind ik verschrikkelijk. Het is 4 hectare, hier zaten echt behoorlijk wat reeën. En dit is gewoon verschrikkelijk. Ik vind actie geweldig, mevrouw. Het is diep triest dat het moet gebeuren, helaas, in Nederland. Op de 489 hebben ze net 450 bomen omgekapt. En nu moet de bos eraan geloven van 1000 bomen om een paar windmolens neer te zetten van 165 meter hoog. Het is diep triest, ik schaam me rot, dat dit in Nederland kan gebeuren. Het is wel tijd voor actie. Het is zeker tijd voor actie. Die mensen hebben het niet keurig gedaan achter mijn rug. Ik weet nog niet wie het gedaan heeft, maar ik sta er 100% achter. Er wordt makkelijk gekapt en er wordt weinig gedaan aan herplant en dat moeten we echt veranderen. Niet zinloos 1139 bomen kappen, maar een plan maken voor de toekomst wat zorgt dat dit landschap gezond en ecologisch gezond blijft. Waarschijnlijk zie je het zelf ook, het zijn verschrikkelijk mooie bomen. En ja, je voelt je er goed bij, ja, er zijn zoveel redenen. Ik vind het gewoon prachtig. Ze willen het terug gaan vormen naar een... kaal zandgebied zoals het was in 1900. Maar daarvoor was het begroeid. Eigenlijk heel simpel, we snappen het eigenlijk niet zo goed. We horen van veel inwoners toch wel bezorgde geluiden van joh, er wordt wel veel gekapt, er wordt wel op een hele grove manier gekapt. Ze gebruiken grove machines, ze rijden de bodem kapot. Moet dat nou zo? Hè? Waarom is dat zo? Is dit democratie? Is dit burgerparticipatie? Niets. De handhaver komt even kijken of wij niet gewelddadig worden. Dit verdient niet eens een schoonheidsprijs. Dit verdient een heel andere trofee. En die zal ik ook aan de wethouder aanbieden. Ik zal zo meteen een stuk hout meenemen hier. Dat krijgt hij dan van mij. Die bomen kunnen we niet meer redden. Maar wat ons het meeste steekt is dat die wethouder ons ook nog beschuldigt in een brief aan de raad dat wij als burgers, de werklieden, fysiek bedreigd zouden hebben. En dat daar de politie aan te pas zou zijn gekomen. En de handhaving van de gemeente. Het tegendeel is waar. Wij hebben de politie gebeld omdat de gemeente illegaal aan het kappen was. Wij hebben de handhaving gebeld om die illegale kap te stoppen. Alle bomen die de gemeente wil kappen krijgen een kruis.
De kapplannen van de gemeente slaan nergens op, vindt de actievoerster. Dit zijn bomen die niet ziek zijn, die geen overlast geven. En dan denk ik, waarom zouden die in vreemde staan weg moeten? De gemeente vindt dat ze niet passen binnen een sfeerbeeld. En dat is natuurlijk van de zotte, dat je gezonde bomen gaat rooien. Omdat ze niet passen binnen een bedacht sfeerbeeld. Krijt is natuurlijk redelijk milieuvriendelijk en dat regent er vanzelf af. En voor een boom is het natuurlijk veel ernstiger om gekapt te gaan worden dan als je er met een krijtje op tekent. Ja, alleen het geluid al van de kettingzaag, dat snijdt mij wel een beetje door het hart hoor. Zo, dat moet ik wel zeggen. Een boom heeft 20, 25 jaar nodig om dus te groeien. En voor het landschap, voor de vogels. En nu wordt plotseling, ja zeg maar, in enkele seconden wordt zo'n boom geveld. En dat doet mij wel een beetje pijn, ja. Ja, daar gaat er weer een. Kijk. Oh, altijd verschrikkelijk, hè, zoiets. Ja, dat snijdt door je ziel. Ja, die bomen die zijn tot 80 tot 100 jaar oud. En die zijn niet kapot of verrot of noem maar op allemaal. Dus dan zeg ik gewoon laten staan die bomen allemaal. Ja, iedereen rijdt hier natuurlijk dagelijks langs die bomen. En het is zo bepalend voor het beeld en voor de sfeer. En iedereen beseft ook dat het ook enorme historische waarde heeft. Ja, ik vind dat gewoon. Kijk, ik heb in mijn liedje wel woorden, maar op dit moment heb ik er even geen woorden voor. Zeg maar. Nee. Je lijkt er echt emotioneel onder. Ja, moet ik het zeggen. Ja, dat raakt me gewoon. Ja. Ja. Ik heb. Vlak voor de kerst opgeroepen tot een beeldend protest tegen de voorgenomen kap van de bomen hier langs de Rechterse Dijk. We klimmen in de kruinen van de bomen en we gaan er niet meer uit. We vinden het echt een verschrikkelijk plan. Een van die voorlichten die zei, als je niets doet hier, dan wordt het een bos. Ja. Ik zei, ja, mijn ervaring is juist als je je niet verzet dat alles asfalt wordt. Hier stonden dus vijf schitterende grote volwassen linden. En ploep, zo, zonder enige waarschuwing, ineens allemaal weg. En hoe gezond ze zijn, dat kan je nu nog zien, want ze proberen nog met alle kracht weer op te bloeien van die stronken. Dus dat mankeerde helemaal niets aan die bomen. Maar waarom is dat gebeurd dan? Ja, waarom? Dat is een hele goede vraag. Wij verzetten ons er tegen en het gaat niet door wat ons betreft. Over ons lijkt niet. Wij zijn hartstikke boos. Als bomen en ook dieren een naam hebben, dan krijgen ze bestaansrecht. Dan hoop ik dat ze mogen blijven leven en niet zomaar omgekapt worden. Ik heet Annie, dus ik zet mijn naam erop. Arnold, de naam van mijn vader. Okay. En het is een hele mooie boom, dus echt te gek dat dit allemaal gebeurt. Nou, ik vind het waardeloos, schandalig eigenlijk. Want het is een ontzettend mooi stukje groen Groningen wat we hier hebben. Volgens de plannen van de gemeente moet dat dan verdwijnen. Terwijl er volgens mij en medebewoners hier ook genoeg mogelijkheden zijn om de wensen van de gemeente op een andere manier op te lossen. Als je dit kapt, verlies je ijsvogels, eekhoorntjes, je verliest nachtegalen en vleermuizen. Ik heb nu al twee nachten niet meer geslapen en ik slaap voorlopig niet meer. Ik blijf hier net zo lang staan. Zo heftig komt het binnen bij je? Ja. Te erg voor woorden. Op de andere gedeelte waar ze gisteren aan het snoeien zijn geweest, zijn 50 centimeter dikke bomen zijn omgezaagd. Dat zijn geen snoeiwerkzaamheden. Vind je het zelf niet wat ver gaan om jezelf aan een boom vast te ketenen? Nee, ik niet. Iemand moet het doen. Bij de actievoerders komt er uit voorzorg toch een extra rolletje tape tevoorschijn. En dat niet alleen. Mevrouw, gaan jullie nou gewoon aan de koffie? Ja, we gaan aan de koffie. Ja, je moet even afwachten. Hè? Ze zijn nu aan het overleggen, geloof ik, met elkaar. Ze moeten wel opschieten, want actievoerder Arno krijgt het steeds zwaarder. Houdt hij het nog wel vol? Hij is zo koppig, hij houdt het wel vol. Hij heeft echt wel pijn. En gaat echt wel door een hel, maar ja. Arno krijgt het allemaal nauwelijks mee. Hij hield het niet vol en is onwel geworden terwijl hij tegen de boom was getaped. Met een ambulance wordt hij naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is nog onbekend. En dus is de buurt een actie begonnen. Gewoon laten staan die bomen. Waarom? Omdat ze mooi zijn, ze zijn niet rot, ze zijn niet ziek zo te zien. Dus gewoon laten staan. Het is een beetje schandalig. Waarom moeten er zoveel bomen om? Terwijl ze niet ziek zijn of wat dan ook.
Dit is een bloedmooi bos. En daar gaat straks Staatsbosbeheer, die gaat dit verminken. Hè? Want ik noem het pure verminking. Het is verschrikkelijk. Al het bodemleven, alles wordt vernietigd. En het is zo ontzettend waardevol. Dat klimaatakkoord, dat heeft juist gezegd van er moeten bossen bij. En dan gaan ze het hier in Schollen kappen. Een beetje de wereld op zijn kop. Dus niet laten gebeuren. En ik hoop dus dat iedereen de petitie tekent. Jullie gaan vandaag over tot harde actie. Nee, we gaan niet over tot harde actie. We gaan gewoon op een hele ludieke en vreedzame wijze het kappen dadelijk stilleggen. Wat vind je zelf van deze actie? Ik vind het heel goed dat de bewoners opkomen voor de bomen in hun wijk. Ik las dat vanochtend in de krant en ik kon niet geloven dat er zomaar 64 bomen gekapt zouden worden. En daar stond bij dat er 24 onnodig waren. De 24 staan hier in de straat waar wij nu staan. Die staan buiten het bouwterrein. Dus ik vraag me echt af of het nodig is om die bomen te kappen. Wat vindt u ervan dat hier de bomen weg worden gehaald? Ja, ik vind het heel jammer. Het was hartstikke groen en heel mooi. En nu gaat alles weg. En ik vraag me ook af of het nodig is voor het bouwen. Dat zoveel mooie bomen weggehaald worden. Ik zou het fijn vinden als de gemeente zou kijken wat wel zou kunnen blijven. En niet zomaar zoveel weghalen. Dus je staat achter de actie van het actiecomité? Ja, zeker. Ja, ik ben hartstikke blij mee. Want nu staat deze hele mooie grote boom staat er nu nog. En die was ook op de planning vandaag om weg te gaan. En door hen is die er nog. En daar ben ik heel erg blij mee. En de vraag is, moet een boom wijken voor een zichtlijn? Dan zeg ik gelijk, nee, dat hoeft van mij niet. Want als je daar gaat staan, dan heb je geen last meer van die zichtlijn. Maar dan is wel deze mooie bomen, zijn dan weg. Ik denk, die boom staat er nou eenmaal. Het enige wat je kan doen om een zichtlijn te krijgen is hem weg te halen. Maar ja, waarvoor zou je een boom van bijna 75 jaar weg willen halen? Ik snap dat zelf niet zo heel erg goed. Ja, 14.000 bomen kappen in een tijd waarin het klimaat belangrijker is dan ooit vind ik echt onbegrijpelijk. Dus... Nu heeft direct een handtekening gezet, zag ik. Ja, omdat ik het er volkomen mee eens ben dat tegen geprotesteerd moet worden. Ja, het kan gewoon echt niet. Nee hoor, alsjeblieft laat ze staan, dat vind ik het belangrijkste. Want wat heb je aan een benzinestation of een paar miljoen euro geld, terwijl de burgers van je eigen gemeente daar in grote getalen, ben ik van overtuigd, het nadeel van ondervinden. Dat is het. Wat ik vooral merk is dat het me heel verdrietig maakt dat al deze plannen worden gemaakt vanuit een bepaald opzicht. En er wordt niet rekening gehouden met de natuur en wat de mensen eigenlijk willen. Begrepen heb dat er een beroep loopt en dat ondanks dat het beroep loopt, dat er toch besloten is om de bomen alvast te gaan kappen. Dat soort dingen vind ik heel spijtig om te horen. Wat het vooral is, het maakt me heel verdrietig wat er gebeurt. En wat bij mij de vraag oproept is, wat is eigenlijk belangrijk? En ik denk dat we dat moeten afvragen. Is de natuur belangrijker voor ons, het milieu, voor onze gezondheid of is geld belangrijker voor ons? En ze hebben niet aan de bevolking van Den Haag gevraagd of ze dit willen. Dat wordt zomaar van bovenaf beslist. En ja, dat gaat ten koste van het milieu, van luchtvervuiling. Een prachtige groene laan met bomen en gras, dat wordt zomaar opgeofferd aan wat ze dan noemen de vooruitgang. En dan hoor ik plotseling gezaag buiten. En dan kom ik kijken en denk van, zijn ze weer bomen aan het kappen? Zijn ze aan het snoeien? Wat is er eigenlijk? Waarom moet dat? En kijk dus wat er hier gebeurt. Weer een hele serie bomen die gekapt werden. Het wordt echt tijd dat de mensen duidelijk te horen krijgen, A, waarom het nodig is en wanneer het gebeurt. Ik snap wel als bomen scheef staan, dat ze dan op een gegeven moment gekapt moeten worden of een andere oplossing gezocht moeten worden. Maar zo radicaal, dat snap ik echt niet. De bomen bieden om zuurstof. De mensen kunnen toch tussen de bomen zitten? Er is toch plek genoeg voor iedereen? Dan hoef je toch die bomen niet weg te halen? Laat ze eromheen zitten, dat maakt het juist zo'n fijne plek. Als je die bomen weg gaat halen, wordt het een kale bedoeling. Dat is al gewoon een stukken minder leuk. Nee, niet genoeg. Er is helemaal niet genoeg groen. Er is weinig groen. Dus daar moeten ze afblijven. Er is helemaal niet genoeg groen. Hoe meer, hoe beter. Hoe meer, hoe beter. Een soort jungle, dat is wat we willen. Heel veel groen in alle straten. Bij
mensen hebben zo'n park echt nodig om te genieten. En... Ja, voor de gezondheid van het psyche heb je gewoon groen nodig. Bomen, natuur. Ja, we hebben te veel verkeer, te veel lawaai, te veel smog, te veel van alles. En door het park lopen, dat geeft je al een goed gevoel. Als je naar je werk gaat en je loopt ochtends een stukje door het park, is al een ander gevoel dan wanneer je alleen maar in een tram en tussen de auto's zit. Nou, hoe ver ze zullen gaan, ja, dat weet ik niet. Je kan het niet in je eentje. Maar ik denk als je hier met een heleboel mensen een soort kring rond de bomen maakt en je stem laat horen, dan hoop je dat dat resultaat heeft. Ja. Wij willen niet dat er voor een radicale kap gekozen wordt, omdat we dan het monumentale karakter wat deze singels toch hebben, deze prachtige kastanjebomen die u hier ziet, dat is een gezicht wat je nooit weer zal krijgen als je dat in één keer weghaalt. Dat duurt generaties. Ik durf te zeggen dat we door weer een stuk van ons stadspark, notabene het oudste van Nederland, af te pakken, we in feite keihard aan het achteruitlopen zijn. Het schrijnende is dat we in het huidige tijdperk, waarin de natuur wereldwijd klap na klap moet incasseren, gewoon doorgaan met het verwoesten van de natuur om ons heen. Ja, het is echt heel erg. De impact op de hout. Het is niet alleen die bomen die verdwijnen, maar het is echt ja, zometeen 20 jaar verbouwingen en nieuwbouw en zo. Het is een en al ellende hier zo straks. Ja, ik word er gewoon heel stil van. Ik snap het niet. Het is zo belangrijk dat we juist de bomen nu laten staan en laten groeien. En ja, ze worden gewoon weggehaald. Dus... Ja, morgen. Morgen ben ik in rouw. Nu ben ik verdrietig. En morgen, ik probeer er niet aan te denken. We houden een wakend oog op het bouwproces en blijven ondertussen de nog aanwezige natuur inventariseren. Al is het alleen maar om aan toekomstige generaties te laten zien hoe uniek en waardevol de Alkmaar de hout is. Bedankt allemaal. En onze excuses aan de bomen hier. We hebben het geprobeerd. Sinds een tijdje is er een groenvisie in Groningen. Dat we meer groen willen voor geluk van de mensen en zo. En die nieuwe revolutionaire visie, hè, waarbij je dus geluk en groen en natuur voorop stelt, dat die ook een soort van revolutie nodig heeft in de manier waarop je de hele ontwerpfase doorloopt. Waarbij het niet zo is dat je eerst je ontwerp uitrolt en dan kijkt welke bomen je nog kunt redden. Maar dat je de natuur meer zijn werk laat doen. Dat je niet meer de lineaal hanteert als je een pad uitstreept en kijkt van ja, er staan een paar bomen helaas. Hè. Ze hebben... Ik denk naar beste eer en geweten geprobeerd om hier dus hele mooie kaarsrechte fietspaden en voetpaden aan te leggen. En daar moeten dus heel veel bomen voor sneuvelen. Terwijl mijn collega Martin Spekke en ik hebben aangetoond met 16 alternatieve ontwerpen die we zo op tafel hadden. Dat je hier gewoon ook die bomen kan laten staan. Bijvoorbeeld dat je het fietspad en het voetpad uit elkaar haalt. En aan de andere kant van de weg legt. Dus daar is daar nog heel veel ruimte aan de kant van de weg bijvoorbeeld. Maar je zou er ook aan kunnen denken dat als je echt die visie laat spreken. En dat vergroening niet alleen maar betekent meer gras of meer weet ik wat, groene muren geschilderd. Dat dat ook betekent dat mensen meer op de fiets moeten en meer moeten lopen. En dat je van de weg hier bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer maakt. En gewoon de helft van de weg gebruikt voor fietsers en voetgangers. Ja, bomen aanplanten. Ja, je moet bomen zelf bomen laten aanplanten. Dat moet je doen. Als je hier niet maait, staat hier binnen no time, staan er allemaal bomen tussen. Dus dat soort denken moet er komen. Dus als je en die bomen niet kapt, en je laat ze zichzelf planten, en je maait niet, dan heb je zo je kosten eruit. Boom dat niet daar kan, maar hier, ja. Dat willen we graag weten. Ze hadden net zo goed even kunnen wachten met dat zagen. Want hier zitten juist die beschermde diersoorten in. Dus ik was erg geschrokken dat de plek, juist daar waar we het ritueel wilden doen, al bomen omgekapt zijn. Dus nu gaan we het doen tussen de omgekapte bomen, met bewoners en de kinderen. Die bomen staan er al 50 jaar lang, dus ze zijn natuurlijk heel erg belangrijk voor de leefomgeving, ook voor de kinderen. Natuurlijk ook schone lucht is heel erg belangrijk. Dankjewel bomen voor de zuurstof! Met het ritueel willen de buurtbewoners positieve, helende energie geven aan een plek waar iets negatiefs plaatsvindt, namelijk de kap van de bomen. Daarnaast willen ze de bomen bedanken, want deze zijn heel belangrijk voor hen geweest. Uitzicht van de bomen is altijd was prachtig, vrolijk. Vooral in de zomer was het echt fantastisch.
Echt, het is mooi om te zien. Elke ochtend uit mijn slaapkamer kon ik gewoon wakker worden en zien de vogeltjes vliegen en zingen. En het is een soort gezelligheid ook, een soort rustigheid, dat heet die bomen. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het een beetje hypocriet. Ik zag het aankomen dat het nu echt waarheid wordt. Dat vind ik een absoluut schandaal. Het zijn prachtige oude bomen. Als het heel heet is in de zomer, is dit de enige koele plekje in de stad. En de gemeente wil hier meer licht en zon hebben om lekker warm te kunnen zitten. Terwijl je in de hele stad al warm kan zitten. Die oude bomen, dat duurt 50, 60 jaar voordat ze er weer staan. Van de ene kant stelt de stad voor om meer groen in de stad te willen. En op deze eigenlijk monumentale plek gaat men drie bomen eraf halen. Ik heb hier toch wel een beetje moeite mee als bewoner van het A. Kerkhof. En deze plek, mooie groene plek, die opnieuw moet worden ingedeeld als zijnde horecaplein. Een van de mooiste centra van gemeentes in Nederland, zeker in het noorden. En een van de mooiste plekken in deze stad. Een onvoorstelbaar schandaal. Het is prachtig mooi groenstuk. Er is een mooie fietsroute hierachter net aangelegd door de gemeente. Nou, als al die bomen weggaan, is het allemaal heel erg kaal. Als je Zwolle binnenkomt rijden, heb je prachtige bomen, zowel aan de linker als aan de rechterkant. Is nu allemaal weg. Ja, wij vinden het heel erg dat het zo in één keer weg is. Ook, we krijgen veel meer lawaai bij onze woonboten van de Heinoosseweg. Die bomen vingen ook heel veel op. In de herfst, die bomen die kleurden prachtig. Dat was altijd een groot genot om naar te kijken. Maar wij vinden het heel vervelend dat de gemeente dus eigenlijk alleen maar bezig is geweest, dat vermoeden wij, met straatjes schoonvegen en zeggen van jongens, het valt niet onder de boswet, het is kweekgoed, dus jullie doen maar wat je wil. Wij hoeven geen toestemming te verlenen of te verbieden, jullie kunnen doen wat je wil. Maar wij missen gewoon volledig de visie van de gemeente, van jongens, het is ook jammer dat dit allemaal verloren gaat. We hebben iemand ingeschakeld van een gecertificeerd bureau als deskundige. En die kwam tot de conclusie van, nou, dit zijn kwaliteitsbomen. Dit, natuurlijk qua leeftijd is er wel iets te vinden, maar die kunnen nog decennia mee. En op dat moment, ik ben al lang niet meer boos geweest op het gemeentelijk beleid. kritiek gehad, maar toen dacht ik van, ja, dit gaat te ver. Wij vinden als Partij voor de Dieren dat er te makkelijk wordt omgegaan met het kappen van bomen. Het lijkt alsof er plannen worden gemaakt en dat de bomen daarvoor moeten wijken. En nou ja, wij zijn meer van, kijk waar de bomen staan en maak dan het plan. Zodat je het omdraait. In totaal 43 bomen eigenlijk. Komt hier het hele laantje gaat eigenlijk weg. Dus dat zou echt zonde zijn, want het zijn toch een beetje de longen toch ook van de Jagijzer Kade. Ja, heel Nederland is druk bezig om bomen te planten, om geld bij elkaar te schrapen, om de CO2-reductie in orde te krijgen. En als je dan hier om onduidelijke redenen meer dan 100 bomen gaat kappen, ja, dat past in ieder geval niet in het beleid van de Bomenstichting en ook niet in het beleid van de Midden-Delfland-vereniging, denk ik. Dit is natuurlijk gewoon schandalig. Dit zijn beeldbepalende bomen die onderdeel uitmaken van het karakter van Den Haag. Hè, het korte verhout is de entree van het centrum van Den Haag. Straks de Bosbrug klaar is, dan mis je hier dus die bomen. Dat is echt eeuwig zonde. Die komen nooit meer terug. En er staat op een overtreding van de kapvergunning staan ook straffen. Hè. Er zou een half jaar celstraf op staan en een geldboete van de vierde orde. Nou, dat heb ik vanmorgen even opgezocht. Dat loopt in de tienduizenden euro's. Dus minister Opstelt een half jaar de gevangenis in? Dat is officieel de opdrachtgever. En wij willen ook dat de gemeente dit serieus oppakt. Dat ze dus serieus op zoek gaan naar de fouten die hier gemaakt zijn. Degene die de fout gemaakt heeft hier. En die is verantwoordelijk en die moet dus vervolgd worden. Een hele zwarte dag vandaag voor mij. Nu ik hoorde dat zij inderdaad de bomen vandaag gaan kappen. Daar had ik helemaal niet op gerekend. Want ik dacht in het geval dat wij toch nog een mogelijkheid zouden kunnen hebben om het te keren. Voor ons is dit de tuin. Als dit mijn eigen tuin was, ik zou het zelf moeten bijhouden. Dan zouden nooit die bomen worden gekapt. Want ik vind dat een compleet geheel.
Die machtige uitstraling. En als je hier zo'n boom van dichtbij bekijkt, dan kun je dan niet eens de armen omheen slaan. Prachtig. Die moeten blijven. Dat kunnen ze toch zien? Ja, dat ze ziek zijn. Wij betwijfelen het ook. De protesterenden denken dat de bomen niet ziek zijn en willen een second opinion. Nou, ik vind het waardeloos. Nou, die boom is toch hartstikke mooi. Maar moet ze weg? Onzin. Niet kappen. Zulke kostbare bomen, die moet je vertoetelen. Dit is een stukje erfgoed. Waar we allemaal erg trots op zouden moeten zijn. En heel belangrijk om dat te bewaren. Die bomen mogen helemaal niet gekapt worden. Tenzij er een maatschappelijk verlangen is om die bomen te laten kappen. Of dat ze gevaarlijk zijn. Het is toch volstrekt niet meer van deze tijd waarin we natuurwaarde en belang en klimaat zo hoog in het vaandel hebben staan. Dat we met droge ogen zouden kijken dat die 42 bomen van 150 tot 200 jaar oud zomaar worden geveld. Omdat iemand dat van achter een tekentafel bedacht heeft. Het lijkt mij volstrekt niet aan de orde. Hier stonden allemaal prunissen, zijn kersen. En ja, deze hele kant is helemaal gisteren weggehaald. En volgens mij wordt hier dus niks herplant. En dat vind ik toch een aantasting van het straatbeeld. Maar ook, het heeft toch ecologische waarde, zo'n boom. Maar kijk, deze zijn al gemarkeerd. Die gaan dus ook weg. Je ziet al dat er nu een schaduwwerking op die gevel plaatsvindt. En dat creëert een bepaald microklimaat. En het kan best wel zijn dat er in deze gevel, in deze spouwmuur, dat er vleermuizen in zitten. En dat is volgens Sluis nooit onderzocht. Dus we weten niet wat de functie van deze boom is, maar ik vind dat je de plicht hebt om dat te onderzoeken. En als blijkt dat daar een vleermuiskolonie in de muur zit, gaan we de bomen niet weghalen. Of gaan we wat anders verzinnen. Dat hele stuk daar was volledig begroeid met bomen en met struiken. Nou, dat is in een week tijd met een dragline helemaal tegen de grond gegaan. De manier waarop het allemaal gaat op dit moment staat me helemaal niet aan. Ik vind dat men een beetje vooruit loopt op zaken die nog niet beslist zijn. Het stedenbouwkundige plan van IJs is nog niet eens goedgekeurd. Er moeten nog een aantal besluiten genomen worden voordat de eerste schep de grond ingaat. Dat gaat nog wel een jaar of twee duren. Dus om nu al de boel plat te gaan gooien en bouwrijp te gaan maken, dat leek ons nogal snel gaan. We hebben die bomen hard nodig en de gemeente die wil nu alle bomen weghalen om de riolering te kunnen vervangen. Ja. En dan willen ze een paar sprietjes terugzetten. Maar goed, we hebben nu net aangegeven bij de rechtbank, we willen die bomen houden. Ze moeten hun huiswerk maar weer doen. Het is niet goed, het besluit is niet goed tot stand gekomen. Ja. Deze boom moet weg en wij zeggen van ja, hier loopt geen rioleringsbuizen of... Dus waarom moet deze boom weg? Het is een patroon zeg maar, wat in Zaanstad leeft, een manier van herinrichting. Het is natuurlijk niet alleen riolering, maar daarna komt ook de herinrichting. En dan komen de parkeerplaatsen kijken, wordt opnieuw het groen ingericht. He, dus het is, kijk, er verdwijnen bomen, maar er verdwijnen vaak, wat Monique ook zegt, heel veel struiken. Dat is ook gewoon echt een probleem, ja, inderdaad ook voor de vogels, he, voor de biodiversiteit. En dat we ook graag willen natuurlijk dat er inlandse bomen komen te staan. He, dus bomen die ook gewoon echt goed geschikt zijn, die ook oud kunnen worden in Zaanstad, vinden we heel belangrijk. Op die plaats waar ik nu sta, stond een hele mooie, gezonde, 50 jaar oude kastanjeboom. En die is al eerder gesneuveld? Voor de herinrichting, ja. Vorig jaar. En dit hebben we ervoor teruggekregen. Het is natuurlijk belangrijk dat het riool wordt vervangen. Maar dat kan dan bijvoorbeeld naast de bomen. Dus dan kan gekeken worden van hoe kunnen we die bomen behouden. Maar door alle bomen weg te kappen en dan uit kostoverwegingen dan wat sprietjes neer te zetten. We hebben die bomen hard genoeg nodig. En vandaar dat we hier zijn en zeggen van blijf af van onze bomen. Best wel veel voor een stad als Amsterdam. Is dat wel nodig? Maar ze gaan het wel weer herplanten, hè? Ze zetten er nieuwe bomen voor terug. Ja, dat wordt een klein lullig dun boompje. En dat duurt weer 40, 50 jaar. Hè? Boompje groot, plantertje dood. Er zijn ook prachtige bloesembomen, prunussen, die je niet zomaar moet vervangen. Die zijn belangrijk zeg maar, voor de hele beleving van het park. Die ruik je, die zie je, die bloeien. 8.750. Dat is een mooi getal, hè? En de provincie is opdrachtgever voor de kap in de duinen. Dus we gaan naar de opdrachtgever van de kap. We gaan daar vragen om de boskap te stoppen. De zaag is de grootste gruwel voor de natuurliefhebbers. Zelf pakten ze het muzikaler aan. Wat is de mooie verlangen dat mijn bos zal blijven bestaan?
Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, kreeg de doos vol handtekeningen. Ja. En beloofde dat als alles klopt, de provincie dit voorjaar dit burgerinitiatief bespreekt. Binnen een dag zijn meer dan 10.000 handtekeningen verzameld tegen het plan. We moeten echt met z'n allen wakker worden. En parkeerplaatsen, ja, dat kan niet meer ten koste van bomen gaan. Het is heel naar dat dat gebeurt. En het is vooral ook heel verdrietig voor die bomen. Want een bos is een bossysteem. Dat werkt hier allemaal samen. Hier ga je een open wond maken, zeg maar, in de bosrand. Hè. Wat we vroeger leerden op school, dan heeft een bosrand, begint dat van laag steeds hoger, geleidelijk hoger. Je ziet geen hoge beuken pal aan de rand staan. Want die hoge bomen hebben ook weer de beschutting van die gesloten rand. Je gaat eigenlijk een wond maken in de rand. Het bos is beschermd. De wethouder heeft de wettelijke opdracht om dit bos te behouden. De contouren en het bossysteem. En dat doet hij niet met dit ontwerp. U vindt ook dat de bomen niet gekapt mogen worden? Absoluut niet. Op een gegeven moment gaan we toch allemaal uit de auto. En dan hebben we hier allemaal bomen gekapt. Nu zo'n parkeerterrein hebben we geen auto's meer. Wat mooi. Dat is te gek voor woorden, toch? Ja, dat is belachelijk. We hebben die twee dode bomen die er staan, maar dat is het enige ook. De rest gaat ook kapot daardoor, ja, toch? Ja, er gaat heel veel kapot. Nou, ik hoop, ja, we steunen elkaar, hè? Jo. Jo. Dag hoor. Jo. Men ziet steeds meer in van, we moeten nu zuinig worden op elke boom die we nog hebben. Ja, die bal kan je wel vinden hier. En wat is je grootste angst als er gekapt gaat worden? Ik denk dat je dat hier eigenlijk voor je ziet. Eén grote troosteloze massa waarin de wind, regen, het klimaat vrij spel heeft. En er feitelijk niets voor terugkomt. Tekst en uitleg en wij willen gewoon eigenlijk van het hele kapbeleid af. Het is ook gewoon waanzin. We hebben een CO2-probleem. En we gaan bomen kappen. Waar zijn we mee bezig? Kappen met kappen. Kappen met kappen, ja precies. En zeker hier in het Gooi, maar door heel Nederland. Ja. Mooi. Ja, ja. Ja. Waarom? Een boom is toch een bijzondere plant eigenlijk. Daar kan je wel als die lang in je straat staat, kan je daar denk ik wel een soort band mee hebben. En wat vind je van die briefjes die zijn opgehangen? Heel goed. Ik weet niet wie het is. Ik zou wel heel graag willen weten wie het is, want dan kan ik er me bij aansluiten. Ik denk dat er hier meer dan 100 bomen zijn weggehaald. Voor wat? Want dat is de boom. En ik denk als die zomaar, of hij wordt omgekapt, om wat voor reden dan ook, dan dat kan mensen denk ik wel geven om daar eens goed over na te denken en ja, gedichten over te gaan schrijven. De bedoeling was goed, alleen ze hadden het wel even. Gewoon eventjes door een spelchecker kunnen halen. Om mijn bot te breken. En dan denk ik, dat moet zo'n boom ook voelen. Dus wij zijn niet alleen die een droevendag hebben, maar ook al die mensen. We hebben er 5.500 gehad die een handtekening hebben gezet. En die allemaal zeggen, het is eeuwig zonde. In die 7,5 jaar heb ik ook heel wat foto's gemaakt. We hebben hier ook zitten schilderen met heel veel mensen. De laan en alle bomen. Dus ik ben daar zo intensief mee bezig dan. En ik wil er wel een herinnering aan hebben. Ook al doet het toch pijn. Ja. Het gaat dwars door me heen hoor. Ja. Ja, ik vind het best wel heel emotioneel. Het zijn toch levende organismen. Ik kom hier gisterochtend dus aanlopen. Ik zie dat ze de bomen aan het kappen zijn. En ik schrik er zo van. Ik barst er bijna letterlijk in tranen uit. Eén klap. Een heleboel bomen weg. Verschrikkelijk. Schandalig. Ja, zeker die oude bomen die, die zorgen voor veel schone lucht. Schone lucht en zo. En je kijkt toch van, hè, wat gebeurt hier opeens? Nou ja, je ziet het is een kale straat. Dat is ook niet leuk voor degene die daar woont. Er komen kleine boomtjes terug, alleen ik ga het op mijn leeftijd niet meer meemaken dat ze groot genoeg zijn om de nodige schaduw te leveren. En die perken daar? Je moet maar eens kijken op Google Earth, op Street View, hoe mooi het was. En dat hebben ze van de zomer hebben ze het gewoon eruit getrokken. En er staan een paar rukplantjes staan er nu in. Dat is echt niet normaal. We hebben wel maanden geleden een nieuwsbrief gekregen met de melding dat er een planning ligt. Er staat niet dat er dan bomen gekapt gaan worden. Ik vind dat de gemeente Amsterdam niet voldoende de moeite heeft genomen om de mensen te waarschuwen voor het effect wat het gaat hebben. 14.000 reacties. En dat is een enorm aantal mensen wat achter ons staat. En die hebben allemaal
de bedoeling dat die bomen in de duinen blijven staan. Moet je voorstellen, Noord-Holland, een provincie met heel erg weinig bos, daar willen ze nou net bossen gaan kappen. We zijn enorm geschrokken van de kaalslag die hier heeft plaatsgevonden. En natuurlijk worden de boompjes teruggeplaatst, maar het zal jaren duren voordat die weer die groene allure kunnen weergeven die er eerst was. Nu zien we een heleboel steen en bestrating. En ik vind het enorm kaalslag en een hele echte verslechtering van je centrum in deze gemeente. Ik vind als je bij een nieuw bestemmingsplan ontwikkelt, dat je ook van tevoren duidelijk moet aangeven, deze bomen zullen verdwijnen of dit stukje groen gaat verdwijnen. En dan moet je bijvoorbeeld een bocht erbij zetten. Let op, beste inwoner van Gelderen-Mierlo, deze boom zal binnen nu en 5 weken verdwijnen, omwille van deze reden bijvoorbeeld. Ik vind het heel erg. Die boom heeft al zoveel jaren hier in de wijk gestaan. Voordat de huizen er stonden, stond de boom er al. Hij heeft iedereen en alle mannen heeft hij voorbij zien komen die naar zijn werk gingen. Die hier bijvoorbeeld naar de linnenfabriek toe gingen om te werken. Je weet niet hoeveel vogels daar zijn nesten in gebouwd hebben en jongen voorgebracht hebben. Dus het is gewoon heel jammer dat hij weg moet. Het was beeldbepalend voor deze wijk. En hij is al oud. Ja, het was gewoon een hele mooie boom. Hij is nu een beetje ontluisterd, hè? Mensen zijn wel van tevoren via een brief geïnformeerd, maar ik heb die brief net gezien. En daar staat duidelijk niet in dat er een kaalslag plaats zou gaan vinden. En als je om je heen kijkt, is dat duidelijk wel het geval. Maar dat er eigenlijk een soort van onderhoud zou plaatsvinden waarbij alleen de bomen zouden worden weggehaald die een gevaar zouden vormen voor het spoor. En het is ongeloofwaardig om te zien dat alle bomen een gevaar zouden vormen. Maar het is nu wel, als we achter ons kijken, dat alle bomen weg zijn. De bomen zijn voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun omgeving. En het zou gaan om een aantal bomen die gerooid zouden worden of gesnoeid. Maar ja, er staan nog een aantal bomen. En het is zeer zeker in ieder geval niet dat er maar een paar weggehaald zijn, maar behoorlijk veel. Zonder duidelijke opgave van redenen. En voor ons kwam het als een complete verrassing. Kijk zelf maar, het zijn toch een paar hele karakteristieke bomen die toch wel een beeld in de straat bepalen. En de bomen die teruggeplaatst zullen worden, zullen nooit zo'n dikke bomen worden. Er zullen nooit zoveel vogels in kunnen zitten, zal nooit de schaduw geven of de fijnste uit de lucht halen wat deze doen. Ja, ik ben van mening dat deze toch wel waard zijn zo. Er staan nog enkele bomen hier. Hier op de grond ligt liggen stukken boom, er ligt een larix, er ligt een taxis van 80 jaar, er ligt een pinus, er liggen platanen. Ze hebben gewoon wel bomen omgezaagd en degene die ze hebben laten staan, dat kunt u achter mij heel goed zien, daar zijn ze vlak langs afgewerkt. Als je nu kijkt naar de achtergrond, dat is een hele vlakte kaal gekapt. Was er geen mogelijkheid om stapsgewijs te doen, dat je iets van die landelijke omgeving kunt behouden en ondertussen nieuwe bomen gaat aanplanten. Want nu is de komende x aantal jaar is het hier gewoon een kale vlakte. Er staat gewoon geen boom meer. Die ze moesten laten staan, die vanwege de laanstructuur blijkbaar interessant zijn. Die paar die laten ze nog staan en de rest is gewoon allemaal weg. Alles is gewoon weg. Er staat gewoon helemaal niks meer. Dan ga je rondje lopen en dan kom je 1, 2, 3, 6, 10. Dan denk je echt van dat kan gewoon helemaal niet waar zijn. Iedereen is geschrokken. Dit is extreem, extreme kap. Als we dus van tevoren de plan hadden geweten, dan hadden ze terecht een actiegroep kunnen noemen. Het is nou eigenlijk meer een rouwgroep. De bomen zijn inmiddels gekapt, we hebben net de jaarringen geteld. En zeker 100 jaarringen, dus dat is eeuwig zonde. Ja, dat gaat me erg aan het hart. Daar ben ik erg verdrietig om, erg in teleurgesteld. Het is echt zo'n holletje in een oude boom, in een oude knotwillig. Daar zit het holletje in waar een eendennest in heeft gezeten, maar dus nu niet meer. Daarom vind ik het landschappelijke betekenis, dat vind ik het ergste, dat die verloren zijn gegaan en finaal kapot gemaakt. Als ze nu nog heel gebleven waren, dan had je ze misschien nog kunnen herplanten of op een andere plek. Maar ze zijn nu zo kapot gemaakt, zelfs dat zie ik niet meer zitten. Nou, zonde van deze boom, een gezonde boom, die gewoon rigoureus gekapt wordt. Tegenwoordig is het een kale bedoeling, want het is wel eens anders geweest. We hadden hier langs deze provinciale weg allemaal fraaie bomen. En er zijn ook wel problemen met de kappen van bomen. Want hier sta ik dan ook bij een grote kaart. Als je nou naar deze kaart kijkt, alles wat rood is op deze kaart, dat zijn dan bomen die gekapt moeten worden volgens het plan. Meneer Bos, de kaart heeft u meegenomen. U woont in dat gebied, begrijp ik? Ik woon precies in dit gebied en wel precies daar. Even zien, dat is dus dit gebied hier.
daar woont u. U heeft dus bomen in de buurt die gekapt gaan worden. Wij hebben een heel bos, het Hoge Venterink. Dat is een bos wat sinds de middeleeuwen daar staat. Dat dateert daar al uit 1500. Er staan hele bijzondere bomen in. Dat zou geheel gekapt moeten worden. Ja, vreselijk. Het is zo beeldbepalend. Hier komen allemaal zeldzame vogels voor, vleermuizen. Dat gaat allemaal verdwijnen. Het is gewoon een ramp. Het is gewoon heel erg. Nou, wat hier gaat veranderen is wat u hier ziet. Deze prachtige waterlijn met al die bomen. Dit gaat allemaal verdwijnen. Dus dit is straks weg. Het is kaal. Ik ben hier omdat ik wil dat de bomen blijven staan en dat de gemeente luistert naar de mensen die hier wonen. Woensdag hebben we allemaal aan omwonenden een brief ontvangen met de aankondiging dat de bomen gekapt zouden gaan worden. En dat zou vandaag, twee dagen later, plaatsvinden. Hoezo? Netjes communiceren. Maar we blijven waakzaam. Eén ding is duidelijk, de bomen gaan niet weg. Doet je pijn als je al die prachtige bomen ziet en je weet dat het weer weggaat? Er wordt zoveel omgehakt in Nederland. Maar het zijn wel zuurstofproducenten, hè? Ja, zuurstofproducenten. Dat zeker weten. Iedere keer nemen ze een stukje weg. Ik ben speciaal foto's aan het maken, omdat ik hier vroeger altijd met kinderen liep en later weer met de kleinkinderen. En dat ik hoor dat al die bomen omgehakt gaan worden. En ja, dat deed me toch wel erg pijn. Heeft u al afscheid genomen van de Iep? Ja, dat ben ik al een paar dagen aan het doen. Hoe doet u dat? En ik praat met die boom omdat ik ervaar dat bomen gewoon, net als wij, een spirit hebben waar je mee kan praten. Zegt de boom ook wat terug? Ja. Wat dan? Ja. De boom... Red mij, red mij. De boom heeft een tijdje geleden gezegd, sorry, maar ik ga het niet redden. Ik weet dat ik weg moet. Wow. Want ik vroeg steeds, hou vol, maar zei, sorry, ik moet weg. Het doet me ontzettend pijn, ja. Nou, moet die man misschien nog één knuffel geven voordat hij omgaat? Ja, dat ga ik nu ook doen. Nou, dan ga ik met u mee. Gezellig. Ik heb ook een roos voor hem meegenomen. Ach. Nou, wat lief. Dit kleine roosje ga ik hier neerleggen. Dankjewel, Bob. Ik heb heel veel zuurstof gegeven en heel veel plezier. Prachtig uitzicht in deze stad. Je hebt het heel leuk voor ons gemaakt, dankjewel. Waarom willen jullie dat het niet meer gekapt wordt? Omdat het een natuurgebied is waar beschermde diersoorten voorkomen, zoals rugstreeppadden en buizerd. Hey, stoppen! Wij zijn niet bedreigd hoor, nee. Je kan niet onder controle komen hier. Dus er gaat niet meer gewerkt worden vandaag, jongens? Nee, vandaag niet. We nemen je bitterkool. We stoppen er even mee. Dat gaat weg, de werkmannen gaan weg. Ja, nou, gelukkig maar. Want dan kunnen ze niet meer gaan kappen en dan kunnen de vogeltjes blijven fluiten. Kappen met kappen. Waarom is die historisch? Nou ja, omdat we hier met z'n allen staan. En waarom staan we hier niet zomaar natuurlijk? We zien dat die stad op allerlei manieren in het groen wordt aangetast. En hoewel daar soms ongetwijfeld hele valide redenen voor zijn, zeggen wij op dit moment zeker van deze plek, ho even, dat gaan we niet doen zo. 4000 bomen, mind you. En er is al zoveel verdwenen. Dus ik vind dat we ons met hand en tand moeten verzetten. De bomen moeten blijven staan. En ik hoop dat de statenleden met hun controlerende functie dit serieus nemen door de gedeputeerde mevrouw Piezer in dit zogenaamde onomkeerbare proces een halt toe te roepen en eerst eens grondig naar de inhoud van dit mogelijk en de mogelijke dubieuze achtergronden van dit besluit van de besluitvorming te kijken. Want ik vermoed dat hier iets achter zit, een dubbele agenda. Ik ben graag bereid om iedereen van de juiste informatie te zien om dit desastreuze prestigeproject van mevrouw Piezer onderuit te halen. Ik dank u. Cultuurhistorisch landschap gaat verloren door deze
ja, ik moet haast zeggen, een beetje kapwoede. Niet doen. Jullie gaan doen verkeerde dingen. Jullie gaan bomen kappen. Ja, er blijven er een paar over staan. En daar krijg je, dat, die ellende is niet te overzien, want die gaan vallen. Dan krijg je, ja, het wordt gewoon ellende. Met een treurlied wordt er geprotesteerd tegen de bomenkap. Wie kunnen wij spreken? Maar er blijkt meer aan de hand. Wij komen net vanuit de schuur van Staatsbosbeheer. En daar zijn meerdere strafbare feiten gepleegd. Ik impliceer helemaal niets. Ik vraag me alleen af. Welke? Noemt u eens iets? Ja. Er zijn banden lek gestoken. Dit kan niet. Snoei ze, dus er is best wel gevaar voor bepaalde bomen. Maar snoei ze op een beheerste manier. Maar ja, dat weigeren ze. En dat zijn volgens mij financiële redenen waarom ze dat gewoon weigeren. Ze hebben zelfs in het rapport staan dat twee vormen van snoeien supergoed kunnen. En wat doen ze? Ze gaan ze allemaal kappen. Ja, dat realiseer ik me. Daar ben ik ook heel verdrietig over. Daar zijn de actievoerders, op zijn zachtst gezegd, niet blij mee. Ja, verschrikkelijk. Dit doet pijn. Ja, ik vind het gewoon heel onnodig dat er een parkeergarage moet komen en bomen daarvoor moeten wijken. Ik ben hier zwaar op tegen. Deze garage komt hier tijdelijk te staan en daar moeten zulke mooie bomen voor gesloten worden. Ik vind het echt stuitend. Ik verwijs gewoon de kut aan. Het grijpt jou aan, hè? Het grijpt jou aan. Het grijpt jou aan. Ja. Ja. Ik ben ontzettend boos. Ja. Maarten het Hart nam een schep ter hand om een nieuw protestboompje te planten. Maar ik dacht, ik ga toch even vroeg mijn bed uit om te protesteren. Ja, zeker, zeker. En een boom planten. Om de bomen te herdenken werden er een aantal gedichten voorgedragen. Onverstaanbaar door het geluid van de kettingzagen. Het geweld overheerst nu de poëzie. Maar hoe ging het gedicht eigenlijk? Zodat dit alles toekomst blijft, waarin de tijd zal leren dat natuur belangrijker is dan een garage om in te parkeren. Oh ja, de tranen staan bij mijn ogen. Wat ik hier nu heb gezien, we zijn gekomen in dit park omdat het een prachtig bosterrein is. En wat hier gebeurd is, ja, voor mij niet te begrijpen. Helemaal plat. Het is kaalslag. En ja, het stoot veel mensen die hier wonen tegen de borst. Maar het vellen van de bomen kwam voor velen als een verrassing. Dit is volslagen onnodig geweest, is zonder afspraak gegaan. Dit wordt maar kaal geslagen alsof er niets aan de hand is. Dit is een van de diepst treurige dagen van het Spijkerkwartier. We hebben aangekondigd dat wij tegen deze kap gewoon alle procedures aan zullen grijpen die er te volgen zijn. Dus dat betekent dat we uiteindelijk waarschijnlijk bij de Raad van State zullen belanden. Je wil niet weten wat je meemaakt als je zo'n reus hoort vallen. Dus of er een bom valt. Er gaat er weer een. Hoor maar. Dat is het. En dat doet pijn hoor. Hier stonden allemaal Amerikaanse eiken. 80 bomen zijn er gekapt. Ik heb nog net voor de kap gesmeekt aan de boswachter van laat hem toch alsjeblieft staan. Helaas, hier ligt hij nou. Enorm boos zijn de burgers van de werkgroep over de bomenkap. Dit is totale waanzin. Hoe kun je dit nou met droge ogen verkopen? Ik snap het niet. Je zou hier maar wonen als vogel. Je zou hier maar wonen als muisje. Waar ga je heen dan? En om ten koste van alles gezonde, goede, volwassen bomen te gaan weghalen, dat stuit ons te zeer tegen de borst. En daar hebben we bezwaar tegen. En toen we hier rond zijn gaan lopen en daar overal al die oranje stippen zagen, ja, het werd wel duidelijk dat het een enorme kaalslag zou betekenen als die bomen echt allemaal om zouden gaan. Ik vind het vreselijk. Ik vind het echt heel erg dat deze bomen, die heel karakteristiek zijn, dat zie je ook, die in op dit stuk van Den Haag staan, waar een beschermd stadsgezicht geldt, dat die nu tegen de vlakte moeten gaan. Maar de tijd dat de natuur zijn gang kon gaan is voorbij. Ja, dit waren echt fantastisch mooie grote meidoorns. Ik heb deze van het voorjaar nog gefotografeerd toen ze in bloei stonden. Had je hier zo'n hele rij schitterend gezicht. En ik snap niet waarom dit weg moet. Nou, wat vooral jammer is in dit gebied is dat je hier echt spontane natuurontwikkeling had. Niemand zat eraan, alles ging vanzelf. En nu komen ineens weer die grote machines en moeten weer worden ingegrepen. Dat vind ik vooral jammer. Na verschillende vruchtloze protestacties sinds het besluit vorige zomer moet deze mars de kap definitief dwarsbomen. Hopelijk dat de politiek nu wel luistert, want wij Amsterdammers gaan het nooit pikken dat er 450 bomen worden gekapt voor een stelletje nieuwe hotels. Nee,
dames en heren, dat gaan wij niet, nooit pikken. Ik vind het heel erg omdat er best wel veel natuurwaarden zaten langs de oever. Zoals het ijsvogeltje wat hier voorkomt en de bever die hier leeft. Zelfs die bever heeft niks meer te knagen nu. Het is allemaal al gebeurd. Ja. Kappen met ziekbeleid! Kappen met ziekbeleid! Mijn zorgen zijn vooral dat ik om me heen zie, en ook bijvoorbeeld bij ons in de wijk, maar ook in de hele stad, dat er erg veel bomen worden gekapt in een tijd dat wij, en dat is een nieuw inzicht, juist bomen moeten behouden. Dus deze 40 bomen gaan ook allemaal weg? Die gaan allemaal weg. Waarom dan? Ja, dat hoort in het kader van de renovatie. Toen bleek dat het zo was dat het gehele park voor 2/3 moest worden gerooid. Omdat het niet meer van deze tijd was. Ziek, zwak en misselijk. Alles wat je hier rondom je ziet is door de gemeente niet meer acceptabel. En dat willen ze allemaal weg hebben. En vervangen door kleine boompjes. We hadden nog 2 kroonjuwelen. Er is nog eentje geveld. We hebben er nog 1 over, maar het is doodzonde. Heb je zelf nog een band met de boom? Ja, als je iedere dag loopt, dan vind je het gewoon een geweldige boom. Bovendien, overal donderen de takken af, behalve hier. Daar donderen er nooit wat af. Dus ja, het is gewoon een hele goede boom. Verslagen lig je uitgestrekt op steeds maar natter wordend gras. Je rondgevormde grijze bast als een pas gestroopte olifant. De poten slap, de hars nog zacht. Je bent ontkiemd in het plantsoen, na Frans Bataafs bestuur. Toen Elisa Bonaparte stierf, aanschouwde jij het eerste uur van Hollands hernieuwde mondigheid. Het is nu krap 2 eeuwen later. Je takken zullen nooit meer zwaaien naar de huizen aan de overkant. 'S Nachts zul jij die grote kerk met al zijn lichtjes niet meer zien. Ik neem een stukje van je mee, waar een specht in heeft gewoond. Terwijl de verslaggever op tv je onbedoelde neergang toont. Ben ik gisteravond wezen denken bij mijn moeder, zeg. Want eigenlijk, vanuit mijn hart, interesseert het me niet zoveel. Of die bomen plat gaan of niet. De grootste bezwaren zijn dat hier een uniek natuurgebied, wat zich midden in de stad bevindt, dat verloren gaat. Het is natuurlijk heel mooi om een soort artificieel park hier in te richten, met gebruik maken van de paar bestaande bomen die er dan nog over zijn. Maar er moeten heel veel bomen weg. Dat is het grootste bezwaar wat iedereen heeft. Ik vind het belangrijk dat de natuur behouden wordt, vooral. Dus ja, dingen als pretparken en zo vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. En ze zeggen dat het vooral voor de expats is dat die dat zouden willen. Maar alle mensen die ik eigenlijk heb gesproken vandaag, die hebben liever het bos. En alles wat natuur is in plaats van iets handgemaakt door mensen. Ik ben hier opgegroeid en ik heb altijd goede herinneringen aan dit bos. En het is altijd een fijne plek om te komen, omdat het gewoon altijd heel ongerept natuur is. En het is echt de rust die ik dan hier zoek. En dat wordt dus met deze plannen eigenlijk helemaal teniet gedaan. Want er gaan dus 4000 bomen om. En het is gewoon, ze willen er gewoon een soort van kermis van maken. Wij vinden dat deze kap echt onnodig is. Wij hebben een tijd geleden hier schriftelijke vragen over gesteld. Omdat toen bleek dat ze op dit plein een groen rustpunt wilden creëren in het centrum. En dat kan bij ons niet samengaan met de kap van 5 bomen. Dus daarom hebben wij toen aan de bel getrokken. Om hoeveel gaat het in totaal? In principe om 74 bomen. Er zijn nu onlangs, vanwege de protesten, ongeveer 6 bomen daarvan weggehaald door de gemeente. Of weggehaald, die zijn nu dus gevrijwaard van kap. Maar niet iedereen legde zich zomaar bij het lot van de boom neer. U bent bereid om tot het uiterste te gaan om de boom te redden? Nou, laat ik het zo zijn. Als je 's morgens vroeg op wilt, moet op tijd ook kleren klaarleggen. Maar zover kwam het niet. Want na protest van biodiversiteitsteam Oosterwijk werd besloten dat de boom eerst nog een keer door een expert onderzocht moest worden. Ik vind zo'n kale boel nu. En ik kan me niet voorstellen, want iemand zei net van, nou, dat die bomen dan dood zouden zijn. Nou, ik kan me niet voorstellen dat ze allemaal tegelijk dood zijn. Nou, ik vind het heel jammer. Ik fiets hier elke dag langs en het ziet er allemaal zo kaal uit er nu. Ik schrok er wel van. Ik heb het niet zo in de gaten gehad, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben niet een hele betrokken buurtbewoner die in actiecomité zit en zo. Maar
ik zag die enorme grijper. Ik denk, ik had er wel van gehoord natuurlijk, dat er allerlei rare plannen waren met een boulevard en winkeltjes. En nou hoor ik net van een meneer hier van het buurthuis dat er een theater komt. En ik heb zoiets van, maak er een mooi park van. Je verwacht dat als je in de buurt woont, dat je daar wel een mededeling over krijgt, maar helemaal niks. Dus ik was helemaal verbaasd dat het zo'n kale boel was hier. Ik rij hier altijd langs en je reed hier altijd mooi door een parkje heen, maar het is nu helemaal kaal. Dus ik vind het wel erg jammer inderdaad. Wist u ervan dat ze de bomen gingen kappen? Nou, een week of 3-4 geleden hadden ze overal van die gele kruisjes op. Dus dan weet je het meestal wel. Maar dat ze het helemaal leeg zouden maken, dat wist ik niet. We zijn heel argwanend wat hier gebeurt. Hier tegenover is al een 500-600 bomen weggehaald voor dit gebouw hier zo. Daar zouden we in de tijd ook inspraak voor krijgen. Nou, die bomen lagen plat aan het eind van de dag. En de volgende dag zei de gemeente, jammer, foutje, dat had niet moeten gebeuren. En ook de stippen op de bomen doen het ergste vermoeden. Het voelt niet goed. De gemeente is ongetwijfeld bezig iets te doen waarvan wij eigenlijk al helemaal niet precies weten wat. Maar dat heeft zeker te maken met het slopen van dit stuk van de hout. De actievoerders gaan hoe dan ook door met hun strijd. Mag ik u een flyer overhandigen? Ja, graag. Die gaan er gelijk aan me raam hangen. Het maakt zich erg druk, hè? Ja, ik vind het echt schandalig. Ook zo'n mooi bos te gaan kappen, terwijl er andere mogelijkheden zijn. Nu is zo'n ziekenhuis toch ook best belangrijk? Ja, maar er zijn zoveel plaatsen waar je het ziekenhuis kan doen. Ik word er heel triest van. Ik woon hier heel lang en vanaf het begin, dus ik heb wat kleine boompjes gezien. Onze kinderen speelden hier in het bos. En nu is het ineens, lijkt wel of er een orkaan overheen is gegaan. Dus ja, je kijkt er met droefenis eigenlijk naar. Ze hebben ons uitgelegd dat het noodzakelijk is vanwege de veiligheid en dat er steeds takken afvallen. Dus dat moet je dan wel begrijpen, maar het doet wel pijn. Ja, als je dit ziet, het is gewoon een verschrikkelijk landschap. Deze boom, voordat als deze mevrouw een jaar of 50 is of zo, dan is deze boom nog niet zo dik als die, hè? Ook dat. Als deze boom zo dik moet zijn, als, kijk of ik een goed voorbeeld vind, die daar, dan is deze mevrouw, die leeft misschien niet eens meer. Ik leef in ieder geval niet meer. Dus een oude boom is een buitengewoon waardevol ding. Dat is iets waar we zeer zuinig op moeten zijn. Ze geven me rust, ze zorgen dat de lucht gezuiverd wordt, ze koelen de huizen. Er zitten ontzettend veel insecten in waar dan weer de vogels op afkomen. Dat raakt me, maar dat maakt me ook strijdvaardig. Ik denk graag in mogelijkheden en niet in de onmogelijkheden. Dus waar wij voor gaan is 40.000 handtekeningen, zodat we een burgerinitiatief kunnen opstarten en naar Den Haag kunnen gaan, zodat het nog een keer in de Kamer bekeken wordt. Want in deze tijd is dit gewoon not done. En anders komen ze maar eens even lekker hier in de wijk rondlopen om te zien, maar vooral te voelen wat die bomen voor ons doen. U kunt dus wel voorstellen dat als deze bomen gekapt worden en niet direct ook weer iets groens voor in de plaats komt. Er wordt wel herplant, maar ook herplant kost gewoon tijd. Tijd om te groeien. Het is belangrijk dat Staatsbosbeheer goed gaat communiceren over de aanstaande kap. Want in het verleden is dat al eens verkeerd gegaan, waardoor er ook veel weerstand kwam van bewoners. Wat natuurlijk heel logisch is. Gelukkig zullen er in dit laantje achter geen bomen gekapt gaan worden. Maar dat er veel gaat veranderen in de Mallebos, dat is wel duidelijk. Ja, daarom gaan we er ook maar gewoon vanuit dat Staatsbosbeheer op een goede manier met de burger gaat communiceren over de aanstaande veranderingen. De bomen aan deze kant en aan de andere kant moeten daarvoor dus wijken. Binnenkort is daar dus in plaats van bomen een snelweg te zien. Je moet je realiseren dat wat ze kappen, dat zou 60, 70 jaar duurt voordat we iets soortgelijks weer terug hebben. Je hebt nu eigenlijk, je gaat er langs, je ziet de andere kant. Het wekt een soort verlangen op, zonder dat je daar in één keer eventjes heel snel bij jezelf denkt van nou, ik ga even de brug over, ik ga even aan de andere kant kijken. Het is bijna poëtisch hoe het brengt. Ook al lopen er nog ruim 150 bezwaren om de vergunningen aan te vechten. Nee, het is geen gelopen race en wij blijven de mensen bewust maken van dat dit niet de weg is. Valt ons dat zwaar, al die verwoesting bij elkaar, voor een autoweg. Weg met de autoweg. Red de boom. Red de boom en kap de weg. Wie mee wil zingen, heb ik hier een baantje.
hangt in de boomzaden, luister toch naar het zwemmen. Papa, de schreeuw houdt al weg. Hey! Hangt in de boomzaden, luister toch naar het zwemmen. De schreeuw zit in de boomzaden, de schreeuw houdt al weg. Hey! La 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 la. We staan hier bij een behoorlijk dikke beuk en die moet ook geruimd worden, heb ik begrepen. Ja, die moet vanwege het fietspadverlegging moeten verdwijnen. Wat is de stemming onder de bewoners hier van de Heerdeweg? Nou, een heleboel mensen die namen er genoegen mee en die hebben het bijltje bij neergelegd. Maar ze hebben geen een van allen doorgehad dat er zoveel bomen moesten gekapt worden. Maar het eerste begin was ook, zullen een aantal bomen verdwijnen. Maar niet dat er in één keer 700 verdwijnen moeten. Kunt u iets vertellen over de boom? Hoe oud is deze boom? Die boom heeft een doorsnede van exact een meter en is 250 jaar oud ongeveer, plus minus. Verschrikkelijk, we hebben het gisteren kregen we een brief in de bus. En de hele buurt was meteen in opstand. We kwamen allemaal bij elkaar en wat we ervan vonden en wat we moesten doen. We moeten daar iets tegen doen. Ja, wij proberen er heel veel stokjes voor te steken. Dit is in anderhalve dag is hier een mobilisatie op touw gekomen. En wij proberen er een stokje voor te steken om dit, ja, om wat meer of documentatie te krijgen. In ieder geval wat genuanceerder hiermee op te gaan. Ik zal me voor kunnen stellen dat ik mij aan een boom vastmaak met een ketting. Dat is heel makkelijk. Ik heb kettingen genoeg dus, en ik kan het heel lang volhouden. Nou, weet je, het is niet alleen voor ons. Hè? Ik bedoel, ik zet mijn tijd hier wel uit. Maar het zijn ook voor de kinderen. Voor iedereen is het gewoon heel belangrijk, het stikstofprobleem. Dus we moeten gewoon stoppen dat die weg niet breder wordt en die bomen gewoon laten staan. Iedere boom geldt op het moment. Hoe ver wilt u gaan? Heel ver. Ja, we weten nog niet wat hoor, maar we keten ons desnoods hier aan vast. Het argument dat het goed zou zijn voor de kwaliteit en de vitaliteit van de bomen is gewoon flauwekul. Ik heb nog nooit enige deskundige horen betogen dat het kappen van bomen zo goed is voor de bomen. En dat doen ze hier. Nee, het is een heel duidelijk verhaal. Er is hier gewoon economisch gewin. Zoals altijd draait het weer om het geld. En dat wordt verpakt in allerlei mooi klinkende kreten die werkelijk nergens op slaan. Hier wordt zomaar 18 hectare bos tegen de grond gewerkt. Als je zelf een boom in de weg hebt staan, krijg je dat niet voor elkaar. Dan moet je van alle vergunningen en rommel, geen gezeur en gedoe krijgen bij, krijg je niet voor elkaar. En hier gaat zomaar weg. Alleen maar voor de terreur van de biomassa-centrale. Massale kap. Massale kap, 18 hectare wordt weggekapt. En dat gaan ze weer compenseren door elders in de provincie weer grond aan te kopen. En daar wordt dan weer een bosje ingekapt. Oorspronkelijk was het maar een heel klein stukje. Maar doordat het allemaal 15 hectare. Daar gaat het om. Dat is de oorspronkelijke 15 hectare waar het eigenlijk om gaat. Ja, maar dat was eerst maar een half hectare. Ja, en dan hebben ze al vergroot naar 15 hectare. En nu wordt het 100 hectare. Het jammer gewoon was dat in dit gebied heel veel grond van Staatsbosbeheer was. Dat was gewoon zo. Dus nu was het gewoon Staatsbosbeheer die kon bepalen wat er met de grond gebeurde. En dit gaat er niet gebeuren. Ze willen dat bovengronds doen, dus ze komen ondergronds aan. Ze willen het hier in een Natura 2000 gebied, willen ze het bovengronds gaan aanleggen. En wij willen ageren tegen die bovengronds aanleg, omdat het gevolg daarvan is dat er ongeveer 30 voetbalvelden oud bos gekapt moet worden ten behoeve van die aanleg. Let wel, wij maken ons ook druk over de bomen in de Amazone. Het is dus veel meer een wereldprobleem. En als ieder dorpje van 8000 inwoners 14.000 bomen gaat kappen, dan is het eind zoek. Op dit blaadje staan 20 en we hebben inmiddels meer dan 50 blaadjes vol. En dat hebben we even in 2 dagen opgehaald bij een bijeenkomst hier in het dorpscentrum en bij de supermarkten op zaterdag. En dat betekent dat we nog een paar acties gaan voortzetten. En wij denken dat we aan 2000 handtekeningen wel gaan komen. Kijk, het gaat mij niet om het aantal handtekeningen alleen. Maar wat me ontzettend opvalt, is de enorme betrokkenheid waarmee die handtekening wordt gezet. Mensen die je achtervolgen en die letterlijk dan nog hun handtekening bij de andere handtekening willen zetten. Ik bedoel, dat wordt door de politiek hier volgens mij volstrekt onderschat.
hoe ongelooflijk geladen het onderwerp ondertussen voor onze inwoners is. Een zinloze vernietiging van hele spontane natuur. Dit is hier allemaal vanzelf ontstaan. Het is niet beheerd bos, het is niet aangelegd bos. Het is allemaal vanzelf ontstaan. En de rijkheid, die krijg je niet meer terug. Je kunt natuur maar één keer verkopen. Nou ja, ze hebben hier een volledige kaalslag, zijn ze mee bezig. Een deel is al volledig kaal. Een aantal bomen zijn hier gekapt. En daar hebben ze geen vergunning voor. Nou, en dus hebben wij dus naar de gemeente toe een schriftelijke vraag gesteld. En ook de burgemeester gevraagd om dit te stoppen. En dat heeft de burgemeester achteraf gezien vrijdag al gedaan. Dus ja, wij staan volledig in de lijn van waar ze nu mee bezig zijn. Stoppen die boel hier. Wij vinden dat verschrikkelijk, omdat dat grote effecten heeft voor ons welzijn, voor onze gezondheid, voor het milieu, voor de waterafvoering. En wij zijn overvallen. Het is ook maar een boom, hè? Zo zou je het kunnen zien, maar alles wat kwetsbaar is, is van waarde. Ik snap best dat mensen zeggen, nee, dat stukje groen wil ik houden. En dat stukje groen, nee, dat wil ik houden. Heb jij dat niet dan? Ja, natuurlijk. Ja, dat heb ik ook. Maar dus dat herken ik, want je hecht aan dat stuk van de natuur waar je komt. De natuur moet hersteld worden en daarom gaan we dat bos kappen. Dat kan je niet meer uitleggen. Dan ben je helemaal, dus Staatsbosbeheer naar de basisscholen met een rotgang. De vergunning maakt ook niet duidelijk of er alternatieven zijn onderzocht voor de kap en waarom die alternatieven dan niet deugden. Dus inhoudelijk deugde er niks van. Het gaat niet alleen om die bomenkap, het gaat ook om tientallen hectare weidevogelgebied die verloren gaat. Er gaan broedvogels verloren in de bossen die gekapt worden. Dus dan is het zaak dat zo'n vergunning zorgvuldig, zo'n procedure zorgvuldig verloopt. Dus, ik heb nu die ambtenaren uitgenodigd, die komen hier binnenkort op bezoek. En ik zou eisen dat er nieuwe bomen voor in de plaats komen en dat ze hun excuses maken. Dat ze zich te buiten gaan aan milieucriminaliteit, want dat vind ik het. Maar uiteindelijk zijn de bestuurders toch verantwoordelijk daarvoor? Ja, maar die bestuurders die geven wazige antwoorden. Die zeggen van ja, onze ambtenaren hebben ons gewaarschuwd dat de grondtijd drassig is. En dat die bomen dus slechte levensprognoses hebben. Ja, maar ja, die bomen die zijn kerngezond. En dan heeft iedereen heeft natuurlijk een beperkte levensduur. Hè? We gaan allemaal een keer dood. Maar dat is geen reden om mensen al meteen, of bomen al meteen te gaan afzagen. En wij vermoeden dat er een of andere corruptie achter zit. Ja, dat vermoeden wij. En, mensen die er belang bij hebben om, ja, wat voor belang om bomen om te zagen, daardoor weer cadeautjes te krijgen van aannemers die bomen mogen omzagen. Of, Hier is zo'n bord, zo'n spandoek. Geen kaalslag, maar een divers bos, hè, staat daar. Ja, en het is eigenlijk een plan wat nog helemaal in de lucht zweeft, hè? Maar wat toch een zware schaduw werpt. Het is een plan wat niet aangenomen is, wat eigenlijk alleen maar een ambtelijke status heeft, maar waar al veel in geïnvesteerd wordt en dat al in uitvoering is, want je ziet dat er al gekapt wordt. Ja, want, aan de andere kant. Ik denk dat zij zeggen, wanneer ze zeggen, die boom past niet, dat ze dan bedoelen, het past niet in ons plan, in ons ambtelijke plan. Dus laat eerst eens een keertje de mensen en het bestuur aan het woord. In plaats van dat die ambtenaren hier gaan hakken en zagen. Kappen met kappen, kappen met kappen, kappen met kappen. Nou, ik vind dat ze voor dit veldje zijn ze belangrijk, want anders is het heel plat. Als ik naar mijn huis toe fiets, dan fiets ik daar ook altijd onderdoor. En dan denk ik echt van, oh wat zijn ze toch mooi. En ze horen nu ook echt bij dit veldje, omdat ze er al zo lang staan. Waarom wil de gemeente deze bomen kappen? Daarom willen wij dus dat de kastanjebomen blijven. Ja, de mensen hier geloven de gemeente dus niet echt. En daarom maken kinderen borden, schommelen ze in de bomen en laten ze van zich horen. Bomen kappen is niet lief! Nou, bij mij staat er
Hou de kap tegen, want zij beschermen mij tegen de regen. Laat bomen staan. En er staat ook, let op, bomen zorgen voor zuurstof. En nu gaan we naar buiten om nog meer handtekeningen te verzamelen. Om duidelijk te maken dat echt de hele wijk hier op tegen is. Snel de straat op dus. De bomen worden maandag al gerooid. Het moment om bezwaar aan te tekenen is officieel al voorbij. Toch hopen ze met de handtekeningen de gemeenteraad aan te zetten om de plannen te heroverwegen. Mevrouw, wat doet u nu? Ik teken voor eigenlijk weerstand tegen kappen van de bomen hier. Het is zo vreselijk zonde. Ook nog even tekenen? Ja, heel graag. Het wordt een hele kale boel als je hier de boel weghaalt. Daar is er niet zoveel aan. Ja, ten eerste vind ik het natuurlijk gewoon een prachtig gezicht, deze bomen. Die zulke dikke voeten en zo, van die bomen, zo majestueus, dat zie je bijna niet. Ze zijn echt heel erg beeldbepalend, ook als je langs de Westerdijk kijkt. Ze zijn gewoon hartstikke mooi. Ze zijn eigenlijk voor de gemeente in gemeenteogen te duur in onderhoud. En dat is eigenlijk de enige reden waarom ze weg moeten. Terwijl gewoon, het zijn juist verschrikkelijk beeldbepalende monumentale bomen. Waar zie je zulke reuzen? Ik zou het echt heel erg vinden als deze bomen gekapt werden, want ik hou van deze bomen. Hoe erg ben jij gehecht aan die bomen? Ja, dat is moeilijk. Op een schaal van 1 op 10 is het een 10. Wat is nou je eerste reactie als je dit zo ziet? Het is wel heftig. Ja, het is wel een groot verschil met, wat is het, een week geleden of zo? Ja, dat is wel heftig, ja. Ik wist niet wat ik zag met die bomen, ja. Dat is echt niet te geloven. Ik ben hier heel lang niet geweest, maar nu is het bijna helemaal kaal. Ja. Schrik je daarvan? Ja, vind ik heel erg. Ja, zonde man. Dit was een hele mooie plek. Hier liepen altijd heel veel mensen hier. Daar staal ik over. Dit is een drama. Echt een drama. Ik loop hier wel gemiddeld zo 3-4 keer per week in. Ik ken het bos op een duimpje, als je nog van het bos kan spreken. Maar het is allemaal onderbroken overal. Ja, jammer. Ja, heel jammer. Ik vind het echt heel erg. Afschuwelijk. Ja, het raakt ons echt. Wij zitten echt 3 keer per week in het bos met hardlopen of op de mountainbike. En het bos is ook een beetje van ons eigenlijk. Maar dit heb je niet zomaar terug. Ze weten eigenlijk niet wat ze weggooien. Een van de grootste aan ingesloten stukken bos in Nederland. Ook een van de oudste bossen in Nederland. Is nou zo'n groot deel wat daar weg van gaat, dat het karakter ervan helemaal weggaat. We hebben 4 maanden gepraat, onze tongen blauw zagen, maar dat maakt allemaal geen reet uit. Die bomen gaan eraan. Klaar.